niet wat er met me gebeurde. Surinamers overal, de diaspora hotspot van de SRS. Maar ja, je mist Ranang altijd, dus dat nego. Mijn wiki naar Suriname, mijn Suriname naar Suriname. Suriname, Mampanya, de Vrijing, Grondtapu. Het is allemaal begonnen in Sint Maarten. Kijk, wij Surinamers, we kunnen ons overal aanpassen. Natuurlijk, soms heb je heimwee. Het is goed. Of ik rijd terug, weet ik nog niet. Suriname. Bel 490.000. WhatsApp bellen kan ook. 83x9109. Of stuur een app. Een power room schreef. Weet ik ook niet wat precies te zeggen in het Chinees, maar allemaal mijn best. Tja, wat jouw meegaar? Lijst het Suriname? Natuurlijk heb ik plan om terug te keren naar Suriname. Surinamers overal. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Goed zo, en vandaag gaan wij dus weer Surinamers overal doen. En bellen met Cheryl Vliet vandaag. En we hebben haar te pakken. Goedemiddag, dat is Cheryl Vliet. Heb ik het correct? Ja, dat klopt. Helemaal. Je praat met Ashwin van de SRS. Hallo, Ashwin. Aangenaam kennis met u te maken. Nou, brand maar los, Ashwin. Oké, we gaan de luisteraars dan even kort laten weten wie Cheryl Vliet precies is. Cheryl zit momenteel in Amsterdam, Nederland. Misschien kan je de luisteraars en ons allemaal even kort vertellen hoe is Cheryl daar beland. Hoe ik in Amsterdam ben beland. Ja. De liefde. ja, de liefde. Ja, je weet hoe dat ding gaat toch. Oké. Dat je iemand ontmoet, je wandelt zo lekker in Suriname, je ontmoet iemand en ja. En dan beland je dus in Amsterdam. Oké, en hoe lang ben je al daar? 21 jaar, ja. Zo? Ja, 21 jaar. Oké. Dat is precies toen je Suripop-song schreef. Ja, dat heb ik zo schrik gedaan. Ja, in 2000 werd ik een van de finalisten van Suripop. Mm-hmm. Ja. En dat was echt een geweldige ervaring. Mm-hmm. Was je altijd bezig aan met muziek? Schrijven? Ik had een dagboek. Ik heb een dagboek gekregen van een vriend van mij. Mm-hmm. En in mijn dagboek schreef ik wat ik allemaal meemaak op een dag. En ook gedichten. Ja. En ja, het begon als een gedicht en het werd een liedje. Okay. En uiteindelijk heb ik gedurfd om mee te doen aan Suripop. Ja, natuurlijk vrienden, familie die pushen gaven van ja, probeer het, doe het. Mm-hmm. En zo heb ik meegedaan aan Suripop. En het was enorm verrast dat ik een van de 12 finalisten was. Het ging om het liedje No Cremoro, gezongen door Irene Panka. Irene ook dat stem Panka, hè, want van de tussen is zij ook getrouwd. Ja. Kinderen, dus Irene Panka, zo kennen wij haar, ja. Ja. Was het een song dat je uit eigen ervaring hebt gedeeld? Of was het gewoon het gedicht? Ik woonde ergens. En er was een mevrouw, ik was goed met haar. En zij was inspiratie om dit te schrijven. Ja. Oké. Ja, dus het gaat over... Ik hoef de tekst niet te duiden, want als je naar het liedje luistert, dan hoor je het verhaal, weet je. Dus ja. Dat ook heel veel vrouwen ook meemaken. In het begin heb je een relatie. Niet alle relaties zijn blijvende relaties. Mm-hmm. En sommige mensen durven het niet meer te proberen. Ja. Andere mensen blijven het proberen. En ja, ze geven niet op. Ja. Maar ja, soms... blijf je maar proberen, dan worden de kinderen ook alleen maar meer. Ja.
Goed, en wat doe je tegenwoordig allemaal? Want ik weet, ja, je kan niet rustig zitten. Je bent continu bezig. Wat doet Cheryl Fleet allemaal? Is dat zo? Wie zou dat allemaal vertellen? Nou ja, ik, dus in Suriname was het al echt, de radio was komen doen. Als kind van 6 jaar stond ik al met zo'n diode aan het rol voor de spiegel te oefenen. Ja. Dat ik een programma presenteerde. En in Suriname heb ik, was ik vaak bij Radio Attenti. Mm-hmm. Ik heb ooit eens meegedaan aan het jingle contest van Radio Attenti. Ik heb bij CBC heb ik samen met Cliff Limburg en met Tina, Quintus Rusty. We waren toen allemaal jongeren. Ja. Hadden wij een jongerenprogramma. En toen ik in Nederland kwam wonen, nou, toen ja, belandde ik toch weer bij de radio. Maar ja, het is hier weer anders als in Suriname. Mm-hmm. Maar ja, ben ik toch weer beland bij radio met grote liefde. Oké. Okay. En wat deed je allemaal? Verzorgde je programma's of de reguliere omroep? Ik verzorgde sowieso programma's. Eerst via radio Faya Lobby. En daar deed ik iedere zondag schreef ik een verhaal, fictief. Mm-hmm. Of soms, weet je, een story van iemand wat je hebt gehoord. Je zit in de tram en ze praten in een story en dan sla je het en dan ga je een verhaal eromheen schrijven. Dus dan had ik iedere zondag het verhaal. Ja. En uiteindelijk na Radio Velody ben ik samen met een vriendin van mij, Anita Flauwel, ze was eerder in jullie programma. Zijn we onze eigen radio clipje begonnen. Dus we hebben onze eigen zendtijd. Okay. We hebben een lokale omroep in Amsterdam. En het is dan Double 7 FM. Ja, en wat gebeurt er daar? Ook de verhalen of doen jullie meer? Nou, we doen meer een middagmagazine. Dus ja. Dus dat is dan een programma met een stukje shownieuws. Vinden we altijd leuk om een beetje te roddelen over artiesten enzovoort. Ja, positief roddelen, hoor. En we hebben ook interviews met mensen, weet je, actualiteit. Ja. Maar ook kunst en cultuur, dingen die gebeuren. En we schrijven ook onze eigen hoorspelen. Oké. Okay. En ja, dus we zijn bezig. Ja, ja. En waar is dat te volgen? Het is online ook te volgen. Via lokale omroep, dus salto.nl. En dat zijn de verschillende programmamakers. Maar wij zijn er alleen op de zaterdag. Van 4 tot 7 uur. Dus dat is het. Oké. En daarnaast, welke hobby's heeft Cheryl? Ja, ik zeg het al, de radio is mijn grote hobby. Uh-huh. Maar weet je, als je zo bezig bent, ja, met radio, je komt ook op verschillende evenementen, je ontmoet heel veel mensen. Ja, dan ontstaat soms ook iets van, hey, dit zou iets leuks zijn om te doen. En zo ben ik geïnspireerd geraakt om, heb ik het initiatief genomen voor een lezing, Dr. Sophie Redmond lezing. En dat is echt mijn baby. En wij organiseren de lezing al sinds 2013. En voormalig DNA vicevoorzitter Ruud Weidenbos was ook een van onze sprekers. Dus zo zie je dat maar in Astrid Beira. Captain Astrid Beira. Ja. SLM was ook een van onze sprekers. Oké. Okay. Dat hebben we. Elk jaar nodigen wij een succesvolle vrouw die carrière heeft gemaakt, nodigen we uit om haar succes te delen met ons, met jongeren, met, weet je, om mensen te inspireren. En die persoon krijgt ook de opdracht om zich te gaan verdiepen in het levensverhaal van Dr. Sophie Redmond. Okay. Want ja, sommigen van ons rijden elke dag in de Dr. Sophie Redmondstraat. Ja, ja. Maar wie was Dr. Sophie Redmond? Juist. En waarom is het zo belangrijk voor ons? Dus krijgen de mensen ook huiswerk mee om zich te gaan verdiepen in Sophie Redmond. Ja. En krijg je ook feedback van dat ze echt geïnspireerd zijn geraakt door dit alles om zich verder te ontwikkelen en ook voor meer te gaan in het leven? Ja, nou, wat we dan vaak horen is dat mensen wel
oppervlakkig was, wisten van dokter Sophie Redmond. Ja. Maar wanneer zij zich gaat verdiepen in haar, haar leven, haar levensverhaal, dat ze dan zoiets hadden van, wauw, die vrouw is echt heel te kort geleefd. 48 jaar maar is ze geworden, maar ja, ze heeft zoveel gedaan zoveel in haar leven. Hm. En zij was, ja, een van, ze was niet de eerste, hè. Ze was, er waren al 4 vrouwen die al arts waren geworden, maar de reden waarom zij opvalt, is omdat zij zo maatschappelijk bewogen is. Ja. Was, ja, in ja, haar tijd. Dus daardoor viel ze op. Ja. Dat gebeurt dus jaarlijks? Ja, dat doen we in de maand maart. Dus, Ach, maar het is de Internationale Vrouwendag, maar je weet, één dag is niet genoeg, hè, voor de vrouwen. Dus claimen die hele maand. Ben je zelf ook de mening toegedaan dat dokter Sophie Redmond meer belicht moet worden? En van dat, vandaar jullie initiatief? Nou, niet alleen dokter Sophie Redmond, maar goed, kijk, wij focussen ons op dokter Sophie Redmond. Ja. Maar er zijn zoveel andere historische rolmodellen die echt wat meer aandacht verdienen. Ja. Die echt inspireren. Maar voor ons is het dokter Sophie Redmond, want ja, wij kunnen niet allemaal doen. Hè? Dus ja, ja, je moet een keuze maken. Ja, begrijpelijk. En ondanks al die activiteiten, heb je nog ergens in de toekomst iets weggelegd voor muziek en misschien een andere song, nog een song te componeren? Ik schrijf nog steeds liedjes, hè. Oké. 2 jaar terug heb ik met een klassieke groep, een klassieke formatie, Big Time, en heb ik samen met hun een nummer geschreven. Oké. Ja, een nummer, het gaat over Tom. Over? Pam. Oh, Pam. Pam wat je eet. Ja. Ja, 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 ja. En het nummer heet, je Pam is klaar. Ja, Big Time is ook heel bekend hier in Suriname. Ze hebben ook vooral tijdens Oru Yari vaker hier opgetreden. Oké. Okay. Echt Surinaams. Ja, ik heb een nummer gemaakt. Pam is klaar. Oké. <Okay. laughs> No. Oké. Okay. Cheryl, en hoe ziet de rest van de week? Is pas begonnen, vandaag is maandag. Wat doe jij nog voor de rest van de week? Heel veel vergaderen. Oké. Okay. Heel veel vergaderen. Ja, vergaderingen, hè. Werk. Ja, ja. En hoe besteed je tijd met het gezin, ondanks je druk schema? Nou ja, ik heb geen kinderen, dus ik heb daardoor heb ik misschien te veel tijd. Dat kan ook. Okay. Ja, dus ik kan mijn tijd lekker vrij besteden. Ja, ik hou heel veel ballen hoog, hè, en dat is soms niet, soms kom je wel in de knoop met dingen, hoor. Want weet je, dan moet je zoveel dingen tegelijk doen en dus ik moet betere time management gaan. Betere time management hebben, want op een gegeven moment zijn die activiteiten zoveel dat 24 uur op een dag niet genoeg is. Heb je het vaak dat ze elkaar kruisen, dat je dus even moet wikken en wegen hoe dat voor elkaar te krijgen? Ja, weet je, dus een van de voordelen, tussen aanhalingstekens, van corona, met het thuiswerken, is dat je gewoon, weet je, achter je laptop zit en je rolt van de ene vergadering in de andere vergadering. Als je met vervoerder naartoe zou moeten gaan, dan zou dat niet lukken. Ja. Geloof me, dan zit ik gewoon in mijn huispak achter mijn laptop. Spring van de ene naar de andere vergadering. Ja, dan rij je van de ene link in de andere link. Maar ja, weet je, ik hoop niet dat het zo blijft, hè, want je wilt toch wel mensen ontmoeten en niet alleen maar de hele tijd achter je laptop zitten. Dat is niet het leven. Ja, begrijpelijk. Wat zou je nog willen bereiken, willen doen? Waar kijk je nog naar uit om te kunnen realiseren?
Ik ben op dit moment ben ik een kunstenaar in Suriname aan het kijken voor een project. Oké. Okay. Voor volgend jaar, ja. Ja, wat voor kunstenaar? Hij denkt erover na. Oké. Okay. Dus we zijn een piek, weet je, we zijn aan het kijken. Ja. Of het mogelijk is, het project wat ik wil gaan uitvoeren samen met die kunstenaar. Maar ik kan nog niks daarover zeggen. Oké. Nou, goed. Iets waar we naar mogen uitkijken dus in de toekomst. Nabije toekomst. Het is iets wat ik al 10 jaar lang wil doen. Mm-hmm. Dus het moet echt gebeuren. Ja. En wie weet dat ik jou aan hulp ga vragen. Je never know. Nou, we zijn er om elkaar te helpen. Daarvoor zijn we als Saranamangs. Dus Fuyep Makanda. Ja, ik kan wel zeggen dat het heeft te maken met vrouwen en kinderen. Oké, nee, dan moet dat kunnen, zeker. Ja, hè? Oké. Hou je eraan, al die duizenden luisteraars die nu aan het luisteren zijn, heeft het gehoord, hij heeft beloofd dat hij me gaat helpen. Ja, nee. Dat doe ik zeker. Het gaat om vrouwen en kinderen, dus zij ben ik altijd voor te vinden. Oké, super. Hoe vaak ben je in Suriname, Cheryl? De afgelopen jaren was ik er elk jaar. Oké. Dit jaar ben ik niet in Suriname geweest, maar de afgelopen 4 jaar was ik er elk jaar. Oké. En mis je vrienden, familie niet? Valt het toch wel mee? Ja, ik mis mijn moeder ontzettend. Yeah. Ik moet mijn moeder elk jaar zien. Die behoefte heb ik. En dat is dit jaar niet gebeurd. Ik mis haar wel. Ja. Yeah. En natuurlijk ook met tantes en andere familieleden en vrienden. En special someone ook. Kook je graag? Waarom? Okay. Waarom niet graag? Nee, neem aan, het Surinaams eten heeft toch wel een bijzondere plek bij ons. Dus eenmaal je daar bent, dan ben je ook niets missen. Ja, weet je, kijk, en het is heel belangrijk dat de Surinaams eten blijft eten, zodat die tong niet te veel aardappelig wordt. Dus dat moet die antroa en die kopropool te blijven eten, zodat je tong minder draait. Precies zo. Jij hebt het goed gezegd. Maar goed, Cheryl, tot slot, als je je familie, vrienden nog de groeten wil doen, ben je in de gelegenheid. Ik hoop dat mijn moeder ook heeft geluisterd, want ik heb er gevallen. Zeg maar je moet luisteren van mijn SRS, hè. En ook mijn jongere zus, Joanie. Mijn tante Mildred van de Herenvriendstraat. Ook de hartelijke groetjes. Ook de groetjes aan Maureen. Aan Ruwal. Aan Lillian. Dus ja, al mijn lieve mensen in Suriname waar ik ontzettend veel hou. Goed, Cheryl, ik vond het een voorrecht om vandaag kennis met je te mogen maken. En ook nog gelijk mijn toezegging te doen. Dat ik voor te vinden ben als het gaat om vrouwen en kinderen helpen. Ja, ik kan je zeker opzoeken als ik Suriname ben. Moet je doen. Thank you. En fijne voortzetting. Okay. Ja, fijne voortzetting van deze week. En we zijn natuurlijk trots op je. Dat je zoveel doet. Helemaal daar. En ook die Surinaamse vibe en lobby ook deelt met anderen. Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik in jullie programma mag. Graag gedaan. It was a pleasure. Oké. Groetjes. Doei doei. Doei doei. En dat was